Ja, ik heb niet echt iets te zeggen. Ik vind het alleen als de voorzitter mij vraagt om te spreken en in ieder geval beschikbaar te zijn voor interrupties, een kwestie van de ambtseer om dat dan ook te doen. In algemene zin over de Europese Unie. We zien dat er bij de aanstaande top allerlei thema's op de agenda staan die, hoe je het ook precies er tegenaan kijkt, steeds meer de hoekstenen van staatsvorming betreffen. Dus grensbewaking, grensverdediging, immigratie, financiën. Hoe ga je om met alles wat te maken heeft rondom dat hele klimaatidee en buitenlandse betrekkingen. Je kunt binnen een bepaald paradigma met elkaar van gedachten verschillen. De VVD wil dan weer net wat minder en CDA weer net wat meer en een GroenLinks en D66 en zo. Maar je kunt ook een debat hebben tussen paradigma's. Dus je kunt zeggen, nou oké, willen we binnen bepaalde bandbreedte wel of niet het hele Europese verhaal? En dan kom je dus bij wat meer normatieve vragen uit. Is het goed of is het minder goed om groter te zijn? Is het beter als al die verschillende Europese landen allerlei dingen samen doen of juist niet? Wat is nou de manier om in de 21ste eeuw het meeste succes te hebben? Moet je dan klein zijn of juist groot zijn? Doen kleine bedrijven, kleine gemeenten, kleine ziekenhuizen, kleine scholen het niet over het algemeen veel beter dan grote molochen? Is er niet een probleem met de overheid van hele grote organisaties? Op dat niveau zou Forum graag een debat willen voeren. Dat kan uiteindelijk alleen maar in de vorm van een referendum worden beslecht. Daarom zijn we ook zo voor referenda. Dat is de enige manier om dit soort vragen echt te behandelen. Anders verzand je in wat de Duitsers parlementarismus noemen. Ja, dan krijg je een soort van compromis van een compromis, waarin uiteindelijk de technocraten het voor het zeggen hebben en de trein doordendert. Dat is onze visie hierop. Dus dit is een zoveelste stapje in die verdergaande trein van de Europese Unie. En je hebt wat mensen die wat pruttelen aan de zeilen en die het wat minder willen. Je hebt wat mensen die roepen dat het sneller moet. Maar die neutraliseren elkaar, zoals ook de 11 volkstribunen elkaar neutraliseerden in de Oude Republiek en de Senaat daarmee alles kon bepalen. En zoals dan, dus om dan toch met een mooie quote misschien te eindigen, fata ducunt volentem nolentem trahunt. Dus degene die het wel willen, degene die het niet willen, die neutraliseren elkaar en het gaat gewoon door. Dat is wat de EU is. En dan kun je of willen, dan kun je dus een Macron-Merkel-tandem gaan steunen, of je kunt het niet willen, dan kun je voor een Brexit zijn. En al het andere is getuige van intellectuele luiheid.